Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de discriminatie van ongevaccineerden. Hè? Wat ik me nou afvraag is dat ik begrijp dat D66 het prettig vindt om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. En D66 schuwt dwang en drang daarbij niet. Maar zou het dan ook niet logisch zijn om daarnaast ook logische verlichtingen toe te passen voor mensen die het bijvoorbeeld doormaakt hebben? Hè? U heeft tegen mijn motie gestemd om het herstelbewijs 1 jaar geldig te laten zijn. Een dag later kwam het kabinet er zelf mee, dus waarvoor nog mijn dank dat het in de achterkamertjes toch is geregeld. Maar een andere motie waar u tegen heeft gestemd is het testbewijs langer dan 24 uur geldig te laten zijn. Hè? Je hebt een incubatietijd van 5 tot 7 dagen... Ik vraag me af, waarom stemt u daar tegen? Het zou toch mooi zijn als we dit in lijn brengen met de andere EU-landen. U bent eurofiel. Als we naar alle andere EU-landen bekijken, die de meeste hanteren 72 uur, zouden we daar niet naartoe kunnen? De heer Paternot. Ja, ik hou van Europa, dat klopt. Ik geef ook vaak voorbeelden uit andere Europese landen. Die 24 uur, dat is natuurlijk ook een beetje een les die we hebben getrokken, waar we ook wat leergeld voor hebben betaald bij die discopiek. Toen het OMT natuurlijk zei, ja, laat het nou niet langer dan 24 uur geldig zijn, want bij een PCR-test zou dat kunnen, maar bij die antigenen sneltest is dat niet verstandig. Omdat de kans daarna best groot, veel groter is relatief, dat mensen alsnog besmettelijk blijken te zijn. Dus doe dat nou niet. En ik denk dat het goed is om ons daaraan te houden. Dat is ook de reden dat ik tegen uw motie heb gestemd. En met mij trouwens al mijn collega-fractieleden. De heer Van Haga. Nou, dat verschil tussen die PCR-test en die antigeentest, ik weet niet helemaal waar u dat vandaan haalt. En bovendien, beide testen zijn zowel bij de vals positieve als de vals negatieve niet helemaal betrouwbaar. Maar goed, stel dat je er wel van uitgaat, dan blijft het raar dat we iets anders doen dan de ons omringende landen. En het komt in veel debatten voor trouwens. Hè. We doen met wapenexport, daar hebben we vanochtend een debat over gehad. Blijkt ook dat we iets heel anders doen dan de ons omringende landen, terwijl we toch heel eurofiel proberen te doen. Dus nogmaals, waarom is die afweging zo? Want aan de ene kant heb je dus dat gevaccineerden wel een groen vinkje krijgen, terwijl ze ook besmet kunnen zijn. Dus we accepteren daar een bepaalde onzekerheid. Maar als het gaat om ongevaccineerden het iets makkelijker te maken, en ik neem aan dat u het uit heeft gerekend, hè, wat het verschil is tussen 24 uur, 48 uur en 72 uur, waarom accepteren we dat dan niet? De heer Paternotte. Ja, vanwege wat we zelf net hebben meegemaakt. En u had wapenexport erbij. Ik vind het altijd goed om te kijken naar voorbeelden van andere landen. Maar uiteindelijk is dit wel iets wat we in Nederland nog zelf moeten besluiten. Als u mij nu wilt gaan overtuigen dat Europa voor ons de geldigheidsduur van testen moet gaan bepalen, dan denk ik dat we ook wel een beetje in een gedaanteverwisseling terechtkomen die wij echt niet moeten gaan meemaken met D66 en BVNL. Nee, laat ik u gewoon zeggen, volgens mij moeten we hier op de wetenschap volgen. En het OMT was hier glashelder over. Dat was voor de discopiek van juli. En ook daarna van nee, je moet zo'n antigenetest 24 uur geldig maken, want anders is die veiligheid niet voldoende op orde. Ik hoorde hier collega's van u die zeggen, ja, maar er sluit nog wel eens wat doorheen. Dat iemand die getest is toch besmettelijk is. Of dat een gevaccineerde toch besmettelijk is en bij zo'n event het overdraagt. Ja, dat klopt. Laten we dat risico alsjeblieft klein houden. En die 24 uur is daarbij heel belangrijk. De heer Van Hagen, ja, tot slot. Voorzitter, tot slot. Ja, die discopiek die zegt natuurlijk helemaal niets. Hè. Ik heb in het vorige debat aan minister De Jonge gevraagd, is dat nou uitgerekend, hè, die 24 uur of 48 uur of 72 uur? Nou, hij had die berekeningen en die gaat in mei ook nog toesturen. Dat is staat in de brief. Staat in de brief, de afgelopen pagina's, brief. 84 pagina's, die brief. Dus. Ja, nou, ik heb ze nog niet alle 84 gelezen, maar ik zal dat gaan. Maar als daar dus die berekening in staat en die berekening is zodanig dat het effect minder is dan het effect van een gevaccineerde die wel een groen vinkje krijgt, terwijl die hartstikke besmettelijk kan zijn in een restaurant, lekker iedereen kan gaan zitten besmetten, dan neem ik toch aan dat we daar gewoon over moeten kunnen praten. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, als je het veiliger wil maken, dan zou je ook kunnen kijken naar wat Jaap van Dissel zei. Dan is eigenlijk die test nog niet veilig genoeg. Dan zou je beter of kunnen zeggen, je laat alleen mensen binnen die gevaccineerd zijn of het virus gehad hebben, of mensen die in plaats van een antigenetest een PCR-test hebben gedaan. Nee, ik denk dat we die veiligheid, zeker nu een fase waarin veel meer mensen in Nederland rondlopen die het virus meedragen, dat dat niet het moment is om te gaan zeggen, we gaan de teugels wat dat betreft laten vieren en meer risico nemen met die testen. Dat lijkt me niet verstandig. Dank u wel. Nee, ik geef nu echt het woord aan mevrouw. Nee, ik wil echt, we hebben ook straks nog 3 bewindspersonen, dus ik wil echt wat gaan handhaven als het gaat over 6 interrupties, vragen en opmerkingen. Excuus. Sweat.